In 2021 hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking van wijkteammedewerkers, social workers, ervaringsdeskundigen en familieervaringsdeskundigen. In het eerste onderzoek hebben we een mindmap opgeleverd met daarin audiofragmenten vanuit beleidsmakers, social workers en ervaringsdeskundigen en familieervaringsdeskundigen naar hun ervaring met die samenwerking. En het tweede deelonderzoek is gericht op de wijkteammedewerkers van Enschede en XTANOA, de ervaringsdeskundige organisatie. En toen hebben we de meerwaarde in kaart gebracht van deze samenwerking en de verbeteringen. Nou, de mindmap die kan gebruikt worden in opleidingen social work. De studenten moeten daar natuurlijk leren hoe ze samenwerken met ervaringsdeskundigheid. En daarnaast hebben we ook een vervolgonderzoek waarin we dus onderzoeken hoe dus docenten social work studenten kunnen opleiden hierin. Nou, zowel uit de theorie als de praktijk blijkt dat de ervaringen in die samenwerking heel positief zijn. Mensen geven aan dat ervaringsdeskundigen een groot inlevingsvermogen hebben en daardoor op een andere manier contact leggen met de cliënt. Daarbij is het heel laagdrempelig om ervaringsdeskundigen in te zetten. Het kan ook de werkdruk verlagen van social workers of wijkteammedewerkers. Dus ja, het is eigenlijk heel erg positief ontvangen. Uit het onderzoek blijkt dat de inwoners en de wijkteammedewerkers vaak nog wat uitleg missen over de rollen en de verantwoordelijkheden en de opleidingen van ervaringsdeskundigen. Dus daar kan nu nog meer aandacht aan worden besteed. Dat mensen weten van wat zijn die taken en die grenzen aan wat ervaringsdeskundigen kunnen in de samenwerking met wijkteammedewerkers. En we hebben nu ook een landelijk onderzoek voeren we uit bij de landelijke werkplaats sociaal domein. En daarin gaan we met verschillende hogescholen aan de slag om uit te werken hoe onze social work studenten ook kunnen samenwerken met deze ervaringsdeskundigen en familieervaringsdeskundigen. Want social work studenten moeten dat eigenlijk natuurlijk gewoon meteen meekrijgen in de opleiding.